De begeleiding van de geestelijke gezondheidszorg moet uit de taboesfeer gehaald worden. Als samenleving moeten wij beter leren omgaan met geestelijke aandoeningen. Patiënten mogen niet aarzelen om naar hulp te vragen. Ja, ik denk dat we nog veel meer moeten doen aan de bewustwording over geestelijke gezondheid. Hoe belangrijk geestelijke gezondheid is. En ik denk dat vooral de focus wordt gelegd op geestesgestoorden. Maar geestelijke gezondheid, dat is eigenlijk hetgene waaraan we aandacht moeten besteden. Hoe houden we onszelf geestelijk gezond? En inderdaad hebben we dus nog een situatie waarbij nog niet echt het gros over hun problemen wil praten met anderen of die hulp willen zoeken. Die drempel is er nog. Maar natuurlijk proberen wij van het psychiatrisch centrum Suriname, waar ik werkzaam ben, van onze kant uit die drempel steeds te verlagen door die dienstverlening steeds te brengen naar de mensen toe, om die voorlichting ook te brengen naar de samenleving van hey, jippie de, toch? En als er iets is, als je met wat zit, kan je altijd naar het psychiatrisch centrum Suriname stappen om dus daar ook voor die begeleiding te komen. Maar dat kan niet alleen van ons komen, maar dat moet van meerdere organisaties komen. Men moet afzien van de gedachte dat naar een psycholoog of psychiater gaan raar is. Het kan juist voordelig zijn voor de persoon die daartoe de behoefte heeft. Geestelijke gezondheid is even belangrijk als lichamelijke gezondheid. Mensen die geestelijke hulp nodig hebben, moeten niet voor gek worden verklaard. Het psychiatrisch centrum Suriname bezoeken wil niet per se zeggen dat je niet goed wijs bent. Je moet je voorstellen dat de geestelijke gezondheid of mental health, zoals het eigenlijk dus men het kent, het is lange tijd in een taboesfeer geweest. Hè? En is dat, om iets te halen uit een taboesfeer kost tijd. En ik zal niet zeggen dat het volgend jaar verbeterd zal worden of over 2 jaren. It takes time. En daarom zeg ik, we hebben iedereen nodig. Alle actoren die erbij betrokken moeten worden, moeten we erbij betrekken om te helpen om die bewustwording op gang te brengen. Ja, want onze fysieke gezondheid, iedereen, als ik een griepje heb, ga ik direct naar de dokter. Weet je, dat soort zaken. Maar als we denken van, hey, we zijn oververmoeid, misschien zijn er andere factoren. Ja, in hoeverre ben ik bereid om erover te praten? Want het begint alvast met praten. Je hoeft nog niet per se naar een psycholoog te gaan of een psychiater. Maar alleen het feit dat je misschien je vertrouwen kan zetten in iemand anders om erover te praten. Dat is alvast een eerste stap.